verhalen worden verteld aan de hand van een paar vragen. Wie, wat, waar, wanneer en waar is het volumeknopje? Maar wij beantwoorden de belangrijkste vraag van ze allemaal. En dat is whisky? Ja, lekker! Welkom bij de podcast van Elements of Whisky. Mijn naam is Lucia en vandaag schenkt Max de whisky in. En het gaat vandaag even er wat harder aan toe dan wat jullie normaal van ons gewend zijn. En dat heeft alles te maken met de whisky die wij in ons glas vandaag hebben. We drinken namelijk de Iowa No. 9. Oftewel de officiële Slipknot whisky. Dus, heb jij podcastabonnementen, dan heb jij deze whisky ook thuis. Dan mag je lekker het volume harder zetten, deze whisky inschenken. En dan gaan wij het uitgebreid hebben over de Iowa No. 9. En over Slipknot. Here we go! Ik vind het altijd leuk als we zo'n aflevering heel erg rustig kunnen beginnen zo. Ja toch. Het viel reuze mee, denk ik. Denk je? Ja. Hartstikke tof. Dames en heren, welkom bij deze aflevering over Iowa No. 9. Lucia kijkt naar de kleur, Lucia ruikt en ik ben... Lucia draait met een glas ja. En ziet, zie je dit? Ja. Zo. Dat zijn hele mooie benen. Oh. Ja, dames en heren, ik ben heel blij met deze aflevering, want deze aflevering wordt u vriendelijk aangeboden door... Spirits for Rock! Nou, en wat betekent dat, dames en heren? Onder het koppelje transparantie, want dat was nog altijd het thema van de eerste aflevering. Mm-hmm. Dat is dat deze whiskies beschikbaar zijn gesteld door Spirits for Rock. Maar dat wij ons eigen verhaal mogen vertellen en dat zij ook de aflevering niet vooraf horen. Voor jullie hem ook zien. Dus ja, onder het dus kopje. We zijn wel gesponsord, maar ze hebben geen input in die zin in wat wij allemaal zeggen. Precies. Nou, dat gezegd hebbende. Hahaha. Bingo! Nee, ik moet zeggen, ik ben heel erg... enthousiast hierover, want Spirits for Rock is Nederlands platform voor dranken. En dan dus praten we niet alleen over whiskies, van bands. Ik heb hier een line-up van allemaal bands die zij voeren. En ik ben vooral benieuwd welke jij allemaal kent. Er zitten een paar bij die ik zeker weet dat je kent. Zo ondertussen, zo zit daar in hun portfolio de spirits en dranken van Rammstein. Ja. Easy DC. Ja. Kiss. Ja. Volbeat. Ja. Ja, die ken je ook. Ja, tuurlijk, ik ken één nummer. Oh ja, fair enough. Motorhead. Van naam. Iron Maiden. Van naam. Bob Dylan, daar staat de officiële Heaven's Door whisky. Of de bourbon staat achter mij. Dan hebben we nog Heilung. Dat is wel een leuke, daar wil ik misschien daar nog heel even, als we tijd over hebben, wil ik daar nog even intuiken. Dat is wel interessant. Slayer. Ja, van naam. Dan heb ik het niet over de wintersportvakantie. Scorpions, Duitse rockband. Ja, die ken je wel. En de Pogues. En dit vind ik een... De wat? De Pogues. De Pogues. Dat is een Ierse volksband. Hoe schrijf je dat? P-O-G-U-E-S. Pogues. Geen idee. Maar niet uit. En dat is een beetje hun hele pakket. En natuurlijk zit daar ook bij Slipknot. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Nou, Lucia, voor mijn gemoedsrust en die van de luisteraars, ga ik de muziek even langzaam uitdraaien. Ik denk een goed idee. Ik ben trouwens heel benieuwd of mensen het nummer herkennen. Maar goed, zullen we even een stapje terugnemen. Maar dadelijk gaan we het hebben over Slipknot. Hun relatie met deze whisky. Hoe dat tot stand gekomen is. Waar het gemaakt wordt, hoe het gemaakt wordt enzovoort. Enzovoort gaan we het allemaal over hebben. En daarna wil ik een beetje het gaan hebben met jou over band. En noem het even bekende mensen die dan een whisky gaan op de markt brengen. Want ik vind dat wel een interessant onderwerp. Aangezien ik denk dat je het heel goed kunt doen en ook heel slecht kunt doen. Dus dat is een beetje waar ik het met jou vandaag over wil gaan hebben. Ik ben benieuwd. Ten eerste is dit mijn moment om eventjes met jullie naar Iowa te gaan. Waarom naar Iowa? God, waarom naar Iowa? Wil je een gokje wagen waar Slipknot vandaan komt? Iowa. Kijk eens aan. Nou goed. Net als deze distilleerderij. Juist. En dat is een beetje de link tussen Slipknot en de Cedar Ridge Distillery. Nou, Cedar Ridge is de eerste distillerij in Iowa sinds de drooglegging. En Cedar Ridge is opgericht door Jeff Quint in 2005. In 2005? In 2005. Dus tussen 1920, 30-ish. Ja. En 2005 is er geen enkele whisky distillerij geweest in Iowa. Nee. Jezus. Dat is voornamelijk in Kentucky. Vooral Kentucky is heel veel. Dan vind ik het niet gek dat ze erom bekend staan dat ze nooit wat leuks doen. Ik weet niet welk beeld jij van Iowa hebt, maar oké, sure. Stallen en
Boerderijen. Fun fact trouwens. Om daar even, dat, is, met, dat staat verder in mijn fact sheet. Maar het is wel dat Iowa de grootste producent in Amerika is van mais. Dus jouw velden en boerderijen klopt wel. Maar goed, Saddle Ridge produceert wijnen van druiven die op hun landgoed groeien. En distilleren drank in hun 4 custom engineered Duitse padstills. Met andere woorden, de Rammstein whisky zou er ook geproduceerd kunnen worden. Maar hè, ik gooi maar goed even een balletje op. Ze hebben ook een tasting room en een event center en zo. Dus het is ook zeker heel erg gericht op bezoekers. En de family Quint heeft een geschiedenis in het distilleren, maar ook in de landbouw. Oh, kijk. Ja. Ze weten ook waar ze mee bezig zijn. Ze weten ook nog waar ze mee bezig zijn. Tenminste, daar gaan we vanuit. Maar hebben er ook een diepere achtergrond in. Ik heb hier al het genoegen van gehad om hier een glas van in te mogen schenken. Voorafgaand de opname. Dus ik weet zonder wat... Mij. Sorry. Maar het was wel heel gezellig hier toen. Niet omdat jij er niet bij was. Nee. Het gezelschap wat er toen was gezellig. Zo ik snap hem. Ga verder. Ik moet me hieruit gaan redden nog. Dus de Quint family heeft een... een hele rijke geschiedenis erin. En in 2010 hebben ze Iowa's eerste bourbon op de markt gebracht. Dus dat was er ook van tevoren niet. En alle mais wordt lokaal opgeslagen en door de Quint family zelf vermalen. Nou, nu kan ik dat altijd wel leuk zeggen en hartstikke leuk als ik het vertel. Maar het is ook altijd leuk om het te laten zien. Dus we gaan heel even kijken naar een filmpje. Gepost op de Saddle Ridge Distillery YouTube channel. Link in de description en in de omschrijving. Mocht je met beeld willen kijken. Hartstikke leuk, de moeite waard. Waarom? Je hoort hier onze goede man Jeff aan het woord en vertellen over hun proces en dergelijke. Ik ben heel benieuwd. I'm Jeff Quint, founder and master distiller at Cedar Ridge Distillery. We believe our bourbon is a natural product, and with corn being an essential ingredient, it's befitting to source it from the best corn producer in the U.S., Iowa. The land around Winthrop, Iowa is ideal for farming. Its soils are fertile, it gets the right range of heat and precipitation, and it enjoys a predictable growing season. It's the perfect place to grow corn. Since coming over from the old country in 1881, our family has worked this earth. While the equipment has changed, the job hasn't. Get the seeds in the ground and let nature do the rest. Harvest time is both a soulful and anxious time in Iowa. It marks the culmination of so much work and patience and risk. Hearts and souls are poured into the job as summer gives way to fall. With one eye on the forecast and the other on the fields, rest is simply a luxury until the harvest is in. But while most corn in the state heads to market, the corn from our family's farm heads 40 miles south to our distillery. There, it waits in grain bins before it becomes award-winning Cedar Ridge bourbon whiskey. At Cedar Ridge, we do things a little differently, partly due to our winemaking heritage. It begins with a mash of corn, malted rye, and 2-row malted barley. After mashing, we immediately separate the solids from the liquids. The spent grain is still full of protein and used by local farmers to feed livestock. The clean liquids are then fermented and double distilled to a slightly higher proof than most other bourbons. So what was once rows of corn and grains becomes racks of barrels in our rickhouses. Unlike mass-produced bourbon aged in controlled environments to achieve higher volume, we keep the doors open to the heat and cold and humidity of the Iowa climate. This lets the whiskey in the airtight barrels expand and contract and filter through the charcoal surface and allows Mother Nature to put her own stamp on each and every batch of Cedar Ridge whiskey. From planting through bottling, it takes about 4 years before a batch of our bourbon is ready to enjoy. The result? A clean, approachable sipping whiskey. Subtly different each and every time, but with an authenticity you'll keep coming back to. Others have taken note.
Our Iowa Bourbon Whiskey earned the 2018 Gold Medal in Best of Category Bourbon at the Los Angeles International Spirits Competition. This comes after Cedar Ridge Distillery being named the 2017 Distillery of the Year by the American Distilling Institute from among 1,300 distilleries. Each bottle, numbered by hand, gives you an immediate sense of the care and craft inside. This is how we do things in Swisher, Iowa. And from the very first sip, every step of the process is evident. From grain to glass. For that's what makes Cedar Ridge, Iowa bourbon whiskey authentic by nature. Yes. Wow. Nu moet ik zeggen... Mooi hoor. Ik moet zeggen, ik heb deze even expres gekozen. Nogmaals, deze video is niet eigenlijk over ons. Dit is gewoon 100% van Cedar Ridge Distillery. Maar ik vind dit een heel belangrijke om even te laten zien. Omdat ik wel echt heel mooi vind om te zien hoe ontzettend ambachtelijk het is. En we hebben het heel vaak over Amerikaanse bourbon. En daar wordt toch een beetje met een vervelende blik naar gekeken. Ja, weet je. En ik vind dit, ik merk dat hier in diezelfde passie. Ik ben daar zo veel moe van. Maar inderdaad, het zijn gewoon mensen die hun passie uitoefenen en die ook gewoon whisky maken. Ja. Maar als ik luister naar de toon, hoor ik hier heel duidelijk Slipknot naar voren komen. Denk ik. In de stem van die man? Of, Ja, beide. Nee, maar goed. Ik perfect spirit. Ik vind het fantastisch. Heerlijk. Nee, ik wil even met jou het hebben over de whisky die mag we ons mag ik nog heel hebben. Even iets zeggen wat in me opkwam tijdens het kijken van dat filmpje? Ja, zeker mag jij dat. De eerste was toen ik zag hoe ze die flessen vulden. Ik heb nooit gerealiseerd dat is hoe dat gaat. Oké, wat dacht jij dan? Ja, weet ik niet zo goed wat ik dacht. Okay, misschien dat ik gewoon dacht dat ze het met de hand deden. Of zo. Ik weet het niet. Zo'n trechtertje. Dat valt zo. Nee, ik weet het niet. Maar dat gewoon inderdaad dat het een soort... Hè, dat barkraantje eigenlijk. Ja. Dus vond ik heel leuk om te zien. Weer wat geleerd. Ja, wat ik ook leuk vind is met de hand schrijven van elke fles. Zo de ju. Ja. En het tweede wat in me opkwam was... Eigenlijk is dat best wel leuk. Dan denk je, nou, ik ga vanavond eens lekker even relaxen. Mm-hmm. Ik zet een leuke film op. Ik pak daar een lekkere whisky en een snack bij. Mm-hmm. En wat je dus kunt doen, is er een soort maisavond van maken. Okay. Door een bourbon te pakken en door popcorn te maken. Want hoe mooi is het dat je van mais zoiets lekkers als bourbon, maar ook zoiets lekkers als popcorn... Dus dat waren mijn gedachten tijdens dit filmpje. Naast inderdaad wat jij zei, dat het gewoon impressive is om te zien hoe ze het allemaal doen. Ik wil nu het linkje terug gaan brengen naar de whisky die wij proeven. Ja. Nou, Slipknot en de Cedar Ridge Distillery zijn echt twee groepen van mensen die allebei geboren en opgegroeid zijn in Iowa. En het zijn echt allebei groepen die wel echt heel erg hard werken. En daar ook hun kwaliteit in hun product zoeken. Nou goed, vervolgens zijn ze samen gaan werken met de Number 9 Whiskey. De focus van deze mash bill, en mash bill kom ik dadelijk nog heel even op, aangezien dat niet echt een term is wat we in de Schotse whisky echt horen. Nee, daar wordt dat niet gebruikt. Ze gebruiken een mash bill van Iowa corn, dus echte lokale mais, en voegen wat extra spiciness toe door rye toe te voegen. De leeftijd zit tussen de 3 en 4 jaar, dus het is een straight rye. En straight bourbon mashed. En wat ik dus begrepen heb, maar dat is iets wat ik nog niet 100% heb kunnen achterhalen. Wat zij doen is, zij maken volgens mij dus 2 mash bills. Mm. Een rye mash bill en een bourbon mash bill. Mm. En die mixen ze samen bij elkaar. Dus dit is ook een Iowa whiskey. Het is geen bourbon of het is geen rye. Maar het uiteindelijke, de grain bill post blend, want dat is zoals zij het op hun website benoemen, bestaat uit 51% mais, 35% malted rye en 14% 2-row malted barley. Okay. Nou goed, 2-row malted barley specificeert weer de soort gerst die gebruikt is. En daar hebben wij een aflevering over gemaakt. Graantje komt om zijn loontje. Ja, dus zeker. In die aflevering kun je daar wat meer over terugvinden. Goed. En dat is dus van deze... Juist. Fles. Deze whisky, dus de Iowa Number 9 whisky, is dus de totale mash bill uiteindelijk is 51% mais, 35% malted rye en 14% malted barley. Oud. Maar aangezien zij ook specificeren dat het dus een blend is van 3 tot 4 jaar oude straight rye en straight bourbon, denk ik dus dat zij dus een bourbon mash bill maken, een rye mash bill, apart laten rijpen voor die 3 tot 4 jaar en dan samen blenden tot deze receptuur. Nou, ik wil eerst jouw bevindingen horen. Gekaramelliseerde banaan. Cool. Ik ga ook zo ruiken. Dat is het eerste wat ik rook. Ik ga mijn zin daar nog afmaken. daarna ga ik kijken naar de tekst op de website. Gaan we kijken of we het een beetje er mee eens zijn. Ja? Oké. Okay, nou, sure. Gekaramelliseerde banaan. Ja. Ja, heel duidelijk. Normaal ben jij
vrij kritisch als het gaat over rye whiskies. Dat is meestal niet zo aan jou besteed. Hier is het uiteindelijk 35% van het hele receptuur is rye. Dus het is niet, dominant, om het even zo te zeggen. Wat vind jij hiervan qua geur? Dat weet ik nog niet. Okay. Die banaan is erg aanwezig. Ik vind het niet bezwaarlijk, maar oké. Nee, zeker niet. En verder ben ik er nog niet zo goed over uit wat ik hier nou van vind. Ik lees iets en ik ruik en ik kan er niks aan doen dan te zeggen, ja, dit herken ik. Vertel. Jalapeño. Ah. Ja, toen ik las het heel toevallig in mijn ooghoek. En toen dacht ik, ja, dit herken ik. Fred Minnick, een hele bekende Amerikaanse whisky recensent, schrijft het volgende. It begins quite floral, with hints of honeysuckle and lily. Then corn and caramel hit. On the palate, cornbread, jalapeno, apple butter and a hint of charred marshmallow. A lovely medium finish offers a hint of chocolate. This is very much a worthy everyday pour. Ja. Ik wil ook zo iemand zijn. Ik wil dit ook doen. Ik wil gewoon, nou, even kijken. Ja, marshmallow. Op het palet, hè? Je hebt nog geen slokje genomen? Hij zegt, nee, weet op ik, het palet. Je snapt wat ik bedoel. Wat zijn die? Honeysuckle? Honeysuckle en lily. Het spijt me. Ja, sorry hoor. Dat zeg ik toch, dit lijkt me echt, ik vind het, nee goed, nogmaals, ik wil niet iemand, natuurlijk niet, weet je. Iemand wiens werk het is om dit professioneel te doen, wie erkend wordt als hij weet echt wel waar hij het over heeft, maar af en toe lees je van die dingen en dan denk ik, honeysuckle en lily, ik wil ook dit soort werk doen. En dan ruik ik ergens aan en zeg ik ruik de inkt van een blauwe big ballpoint pen. Niet de rode, niet de groene, niet de zwarte, maar de blauwe. Maar goed, los daarvan. Zo klinkt het een beetje. Nou ja. Die vind ik honeysuckle en lily iets minder specifiek dan een blauwe ballpoint pen. Nee, maar dat is ook wel zo. Maar ik bedoel, ik ruik hier geen lelie in, als ik heel eerlijk ben. Nee, ik snap de honeysuckle. Ik snap waar die vandaan komt, ja. Het is dat zoete. Dat, ja. Maar goed, stom gezegd, hè, ik heb een tip dat ik ergens gelezen heb over het spreken over whisky en de geuren en de smaak en dergelijke, is de tip, spreek altijd met twee woorden. Dus in plaats van dat je zegt het is zoet, specificeer wat voor een zoetheid. Ja. Dus het is een honingachtige zoetheid, ja, of een vanilleachtige zoetheid, of een karamelachtige zoetheid. Een gekarameliseerde banaan. Ja, zijn twee woorden. Hey Lucia. Hey Max. Ik heb even leuk nieuws tussendoor. Vertel. Wij hebben namelijk een online whiskyproeverij op de planning staan. Ik weet het. Op vrijdag 18 februari. Ja, en het heet Whisky op de Buis. Yes. Wat is het idee? Heel simpel. We hebben 6 merken bereid gevonden om mee te werken aan deze hele bijzondere proeverij. Hmm. Zo hebben we Kelowna Kilty uit Ierland. Yes. Dan komt nog West Cork Distillers uit Ierland. Schuiven daar nog bij aan. We gaan nog heel even naar Amerika, naar de Lexington Brewing and Distilling Company. Ooh. En daarna hebben we 3 onafhankelijke bottelaars. Waaronder Claxton's. Schotland. Uit Schotland. Kintra Spirits uit Nederland. Nederland. En dan ook de Scotch Malt Whisky Society. Waar we nog een live gast erbij hebben. Niemand minder dan Bob Wenting. Bob! Ja, die is er ook. Die schuift gewoon live bij ons aan om daarover het te hebben. Er zijn nog andere verrassingen die we nog hebben met gasten. We gaan nog bellen naar het Verenigd Koninkrijk om nog met de sales het te hebben. We gaan luisteren naar live muziek en nog zoveel meer. Oh my god, ik heb er zin in. En mocht jij nu vrijdag 18 februari verhinderd zijn? Maakt niet uit. Je kunt gewoon terugkijken. Je kunt live in de chat meepraten en dan hebben we natuurlijk ook jullie favoriete segment. Lucia's vragenrondje. Jazeker. Dus er zit nog een quiz met, met prijzen nog erbij. Weet alles erom eraan. Ja. En dit hele grapje kost je maar €35. No way. Dat is helemaal niks. En wij hebben er ontzettend veel zin in. We hebben genoeg plek voor iedereen. Dus ga snel naar elementsofwhisky.nl/buis. Dat is B-U-I-S. Buis. Super nice. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Dan zien we jullie de 18e. Tada! Doei! Zal ik eens gaan proeven intussen? Ja, doe jij maar. Dan vertel ik dit verhaal even verder. En ik denk dat in dat opzicht dat die zoetheid dat erin zit, van die onder andere van die nieuwe vaten, als wel ook van die corn, dat die dat inderdaad wel als een honeysuckle kunt klassificeren. Lucia is approving aan het nodden, ja? Ja. Vertel. Daar zit Ryan. Hier zit Ryan. Jij proeft dat er meteen uit? Ja. De smaak is een stuk graniger. Mm-hmm. En voor mij haal ik daar die bekende smaak van rye
Mm-hmm. Waarvan ik zeg, niet helemaal mijn ding. Haal ik daar vrij makkelijk uit. De smaak is een stuk graniger dan de geur, vind ik. Oh. Je proeft wel dat het merendeel mais is. Ja, je proeft dat het merendeel van de mash bill een bourbon bill is. Ja. Het zit er inderdaad in. Ik moet nog even, om die wat zoetere tonen te ontdekken, moet ik nog wat... Ik vind hem niet onprettig, overigens. Nu moeten we een ander ding wil ik even aankaarten. Wij drinken de whisky hier straight. In Amerika is het drinken van een... Hoe ruikt het nu eens aan? Sorry, ga verder. Nadat ik naar je slok erom heb. Oh, nice. Oh, dit is echt inderdaad na een eerste slok... Wordt die een heel stuk... Dit is hoe het platteland op Iowa ruikt. Ja. Jongens. Maar je krijgt wel inderdaad het vakantiegevoel alsof je daar over dat... alsof je inderdaad over velden heen loopt. Hallo zeg. Heel tof. Ja, leuk. Even een stap terug. We moeten niet vergeten, vind ik, dat we nu een whisky aan het drinken zijn van de metal band Slipknot. Dus ik vind dat daar inderdaad wel een... Ik wil niet zeggen scherp, want scherp is vaak een woord wat wij verbinden aan een whisky die misschien niet van een dusdanig goede kwaliteit is. Hè? Ik vind hem niet scherp. Dat absoluut niet. Nee. Maar hij heeft wel dat ruwe randje. Hij heeft wel iets spicy's, iets krachtigers, iets wat ik wel ook associeer met een metal band. Kruidnagel. Specerijachtig. Kruidnagel en nootmuskaat in finish. En wat is dat laatste? Ga verder. Ik kom er zo wel op. Als ik dan heb over de smaak zelf. Nu na die eerste slok ben ik het 1000% eens met de statement van Fred Minnick. This is very much a worthy everyday pour. En vooral uitgaande. Kijk, in Amerika is een hele andere klimaat. Hele andere temperaturen. Als jij ergens bent waar het knijterwarm is. En jij wilt een whiskytje over ijs heen gooien. Kan ik me wel voorstellen dat het lekker is. Dat deze heel goed stand kan houden tegen een blok ijs. Dus dat is gewoon echt heel mooi. Is echt heel mooi. Ik ben positief verrast. Ik heb goed nieuws wat ik met jullie mag delen namens Spirits for Rock. Mm-hmm. Er is een special edition uitgekomen. Ooh. In Amerika. Die in 2021 bij de John Barleycorn Award Double Gold won. En neemt Best American Celebrity Whiskey door Fred Minnick in 2019 en 2020. En het is de Slipknot No. 9 Reserve. Ooh. Nou, goed nieuws. Hij komt naar Nederland. Ooh. Ja, ik vind wat het vet. Wat betekent dat Reserve nou? Is dat gewoon een soort special edition? Of houdt dat in dat er een soort extra stap in het proces is of zo? Nee, er zit geen extra stap bij. Ik denk dat dit een speciale selectie van vaten zijn geweest. Dus ik denk dat jij normaal, hè, als we gaan kijken waar het vandaan komt, is dat je dus je distilleert whisky. Mm. Dat vul je in vaten, dat laat je rijpen en vervolgens ga je samplen. En ga je zeggen, oké, die vaten ga ik gebruiken om een product te maken. En oorspronkelijk komt de term reserve vandaan dat je zegt, wacht even, deze vaten... Laat ik liggen. Ja, oké. Want dat het zo goed is dat je het eigenlijk niet in die grote massa wil laten verdwijnen. Dus daar komt het woord reserve vaak vandaan. Duidelijk. Grain bill is hetzelfde. Mm. Dus de receptuur is hetzelfde. Mm. Leeftijd is hetzelfde. Maar ja, het is wel... Hij zou nog meer complexiteit en nog meer diepgang moeten hebben dan wat deze heeft. Nou, dat, en hij heeft een hoger alcoholpercentage, toch? En hij heeft een hoger alcoholpercentage. Deze is 90 proof. 90 proof is het alcoholaanduiding. Ja, is aanduiding. 40, je kunt dit heel makkelijk uitrekenen door de helft van te pakken. Ja, 45%. Juist, en de andere is 99 proof. Dus 50%. Dus die zit wat hoger in alcohol ook. Dus dat is wel heel tof. Ik ben heel blij. Misschien dat we, als we heel lief de camera inkijken, dat Spirits for Rock ons een sample toestuurt van de Reserve. Kunnen we daar misschien ook een review over schrijven? Nou, dat zou leuk zijn. Maar goed, dus dat zijn een beetje de twee whiskies. Ik ga dadelijk nog even met jou het hebben over Slipknot. Want dan ben ik wel, dat vind ik wel leuk om het eventjes het verhaal hier achter te benoemen. Maar wat zijn jouw bevindingen nou? Nu je een paar slokjes genomen hebt, een paar keer aan geroken hebt, ben je een beetje over die rye-schok heen? Ja, jawel. Hij is, er zit heel veel, hè, wat toch wel te verwachten is bij een bourbon-aandeel. Heel veel van die vanille en karamel, wat van de nieuwe eikenhouten vaten waarschijnlijk afkomstig is. De afdronk is heel kruidig en ik weet gewoon niet zeker kruiden het allemaal zijn. Ik vind het heel lekker. Ik proef die dat pepertje inderdaad. Ja, zeker. Ik vind hem best goed. Ja. En ik kan me inderdaad voorstellen als het warm is, met een blokje ijs. Ja. Lekker in je kaarsjeshouder. Of in je waterglas, hè, in ons geval. Nee, maar ik moet zeggen, ik ben ook heel positief verrast, hoor. Ja, maar ook als je zou zeggen van, goh, hè, ik ben wat meer van de whisky en, weet ik het, cola of wat mensen er doorheen doen. Uh-huh. Kan ik me voorstellen dat dit een hele goede
Mix whisky is ook. Oh, los daarvan, weet je waar ik meteen aan moest denken toen ik dit de eerste keer proefde? Nou? Dit hier in een old fashioned. Oh, dat bijvoorbeeld ook. Ik denk dat deze echt heel goed tegen een old fashioned aan zou kunnen. Maar goed, over Slipknot. Want ik kan niet zomaar het gaan hebben over hun zonder... Nou, dit wordt leuk, want ik weet absoluut niks over Slipknot. Nou, Slipknot is een Amerikaanse metalband uit... Iowa. Oké, ik weet één ding over Slipknot. En is... Straks volgt er een Kahoot. Kunnen we dit eens een keer doen? Nee, want voor een Kahoot moeten we live zijn. Misschien is het een leuk idee om eens een keer een podcast live op te nemen. Denk je dat we dat kunnen? Weet je hoeveel wij knippen? Vertel nou onze geheimen niet altijd, Lucia. Weet je hoeveel oude hoeren we uit die podcast knippen? Nou ja, dat doet Tim voor ons. Dankjewel, Tim. Ja, dat is... Maar... er zit hier een hele redactie zit hierachter. Slipknot, de metal band uit Iowa. Juist. Yes. Slipknot is opgericht in 1995 door percussionist Sean Crayon, de drummer Joey Jordison, hoe gaaf is dat, en bassist Paul Gray. Nou, vervolgens, en dit is echt, dit vind ik fantastisch, want de officiële Slipknot Wikipedia pagina heeft een timeline. Er zijn zoveel members geweest op zoveel verschillende momenten in tijd, en ik ga hem vragen aan Tim of hij hem even in beeld wil laten komen voor de mensen die op YouTube kijken. Ik laat hem even jou zien, Lucia. Ja, we gaan het niet benoemen, maar ik vind het fantastisch dat je een band hebt met een eigen timeline. Wanneer mensen begonnen, wanneer ze stopten. Oh, en ook wat ze, ik zat te kijken, waarom hebben ze al die verschillende kleuren? Maar ja, omdat ze ook verschillende rollen gehad. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld Danny Steele, die is in het begin er geweest als gitarist, is toen vervolgens weggegaan en is toen teruggekomen om keyboard te gaan spelen en ook als touring member te fungeren. Dus het is echt, ze hebben een heleboel rollen gehad en het is vooral, ja goed, ze staan inderdaad bekend om hun fantastische live performances met vrij hele controversiële maskers, die ik persoonlijk wel echt heel tof vind. Ik moet zeggen, wat ik leuk vind is het originele logo van Slipknot was een 9-puntige ster. Het symbool of unity, loyalty, friendship and remembrance. En dit logo is ook de inspiratiebron geweest voor de Iowa number... 9. Sorry, ik had mijn mond vol. Lucia was wiskundig alweer. Nee, maar dus inderdaad de naam van deze whisky komt dus daaraan en heeft dus een soort van link naar hun oude logo. Ja goed, er zijn heel veel controversies geweest waar we nu niet in gaan duiken. Zover ik het begrepen heb, is de percussionist, en dan praten we dus over Sean Clown Crayon. Die is een van de meest prominente factoren geweest die in het whisky maakproces van deze. En daarmee rond ik eigenlijk het segment over Slipknot specifiek af. Mm-hmm. En ik wil het eigenlijk wat breder trekken. Want zoals ik al zei, hè, Spirits for Rock heeft heel veel merken onder zich. En dan wil ik het graag met je over hebben. Oké. Om te beginnen wil ik het hebben over deze samenwerking. En ik wil gewoon jouw verdict horen. Vind je dit een geslaagde samenwerking? Ik vind het een hartstikke geslaagde samenwerking. Oké. Ik ben persoonlijk niet zo van de metal, zoals je weet. En jullie misschien ook, misschien niet, nu weet je het. Ik heb ook een klein beetje, voor de voorbereiding, een klein beetje verdiept. Mm-hmm. Of ja, niet echt verdiept. Een beetje zo geskimd over informatie over deze whisky en ook over Slipknot. En ik heb een foto van ze gezien en ik dacht, ja. Die dan hebben ze, ja. Het is voor jou niet vrolijk genoeg, volgens mij. Weer een band waar ik nooit naartoe ga. Oh, nee? Nou, weet je, misschien als jij heel graag wil dat ik dan zeg, och, ik ga wel met je mee, maar het is niet... Ik zou echt best wel graag, lijkt me wel echt ver. Goed, dat is dan misschien ook alweer een vooroordeel van mij. Oké, ja. Gebaseerd op die ene foto. Oké, ja. Nee, maar het was wel een beetje dat ik dacht van, ja, weet je, wat moet jij bent, ik, jij wat bent moet ook ik, geen, wat jij, moet jij ik bent hier ook, nou jij mee? Bent ook geen metal chick, joh. Nee, precies. Maar dan zie je dat en ook die muziek van net, denk ik, ja, op zich, het is niet verkeerd. Mm-hmm. Maar het is een beetje als je denkt, ja, wat moet ik hiermee doen? Okay. Het is geen Taylor Swift die at the top of your lungs meezingt terwijl ze liedjes van 10 minuten maakt over bepaalde mensen. Ik wil even zeggen dat dat deze stelling niet endorsed wordt door de Elements of Whisky. Laat dat even. Ik wil hier even. Je snapt wat ik bedoel. En dan is Taylor Swift een hele extreme opposite. Maar, deze whisky. Maar in haar country fase zou ik een goede whisky ook niet vinden misstaan trouwens. Maar is een, zing best vaak over whisky. Oh kijk, ja. Nou, dan gaan we misschien toch Spirits for Rock, dat ze eens even moeten bellen met het management van Taylor Swift. Ja, for Rock. maar als je me deze whisky dan geeft en je zegt, nou hier is een foto van Slipknot en ik luister daarbij naar bijvoorbeeld de intromuziek en ik proef die whisky, dan denk ik... Ja, dat klopt. I don't know. Hij komt
wat ik zei, hè, voor mij komt die best hard binnen van zo. Nou, hey, dit, ja, hier zit rog in. Wow. Ja. Maar als je er dan aan went, is het eigenlijk best wel prima. Ja, best wel lekker. En wat jij zegt, die warme dag met een beetje ijs. Hoe noemde die man het? Een everyday core. Ik ben het dan. Ik vind het wel heel grappig dat het dat beide heeft. Ik snap dat wel. Het is echt een... Ik weet niet. Ik vind het meer een beetje een singer-songwriter whisky. Oké. Ja. Maar goed, ja, dat... Ik moet zeggen wat ik heel grappig vind. En dan ga ik even nu het onderwerp wat groter trekken. En dit is vooral ook iets waar ik graag de reactie van de luisteraar hierin zou willen horen. Er is al een bepaalde... wordt een beetje gefronst naar bekende personen... die dan hun eigen spirits op de markt gaan brengen. Oké, sure. Ja, goed. Ik ga één voorbeeld noemen van een spirit die samengewerkt is... met een bekend iemand die echt falikante plank heeft misgeslagen. En dan praten we het over de Ierse whisky van Conor McGregor. Het was een echte aanfluiting. Het was gewoon puur. We linken zijn naam eraan. We verkopen het voor veel te veel geld dan wat het product waard is. De inhoud is waardeloos en klaar. Hè? Het is hij heeft er ook aan meegewerkt of aan het maken? Want zoals ik het hoor van jou, bij dit bedrijf in elk geval. Die distilleerderij heeft samen met Slipknot en wat willen jullie en hoe gaan we dit doen? En echt samen gemaakt. Juist. En dat is wel waar ik eigenlijk naartoe wil. Hè? Kijk, we hebben een beetje dat beeld van dan grote merken die of van bekende personen of merken of bands of whatever, acteurs, boxers, whatever, die dan hun naam gaan linken aan een spirit, verder totaal niks ermee te maken hebben en dat het dan gewoon marketingtechnisch zo wordt weggezet. Ja. En dat vind ik jammer, want zoals ik dit proef en inderdaad ook op de website teruglees, het is echt een samenwerking. En wat dan ook een klein beetje weggeef, is dat bijvoorbeeld op de website van Saddle Ridge, daar staat heel uitgebreid informatie over die Slipknot whisky. Dus zij schamen zich er ook echt niet voor dat dit bij hun geproduceerd wordt. Nee, dat zou een beetje gek zijn. Maar van die Conor McGregor variant, om dan even echt als slecht voorbeeld even te blijven gebruiken, daar weet je niet waar het gemaakt wordt. Ze benoemen niet waar het gemaakt wordt. En dat is, vind omdat ik dan heel... marketing technisch natuurlijk, dat bedrijf volledig. Ja. Hier letterlijk, ook meteen op de fles, staat hier... Slipknot en Saddle Ridge Distillery, two groups of people born and raised in Iowa. Ja. Dus het staat maar ook op de fles. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk voor al die bands die met Spirit for Rock hebben samengewerkt. Ja. Dat ze iets kunnen maken wat ook echt een beetje van hun is. En waarvan zij ook kunnen zeggen, kijk, dit is... Ja. I made this. Ja, precies. En I made this. Ik denk dat in dat opzicht vind ik dit misschien wel leuker ergens. Hè? Deze soort van samenwerkingen. Dan bijvoorbeeld wat een independent bottler doet. Want een independent bottler die zoekt iets op. Die koopt iets, finisht het misschien nog een beetje of rijpt er, of weet je, doet er nog iets mee. Maar dit voelt echt als een team effort. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Zeker. Dus dat is een beetje, ik moet zeggen, ik ben heel, heel positief verrast. De Bob Dylan whisky die achter mij staat, hebben we ook in het verleden al eens geproefd. Ook die vind ik kwalitatief echt fantastisch. Mm-hmm. Ja. Een van mijn favoriete bourbons op dit moment. Dat zelfs. En als ik deze pak, ik vind het echt een fantastische everyday pour. Mm-hmm. Met wel echt dat interessante, punch die erin zit. Ja. Je hebt wel wat vragen volgens mij. Ja, Saddle Ridge. De distillerij. Ja. Was dit een eenmalige samenwerking? Of werken zij vaker samen met Spirit for Rock? Oh nee, zover ik kan terugvinden, is alleen Saddle Ridge werkt samen met Slipknot. Zij produceren het. En Spirits for Rock is de Nederlandse importeur en distributeur voor rock. En andere muziekproducten. Oh, oké. Dus dit is geen initiatief vanuit dat bedrijf geweest. Dit is een initiatief vanuit die twee partijen. Ja. Oh, het is wat echt, leuk. Echt... Oh, ik dacht toen jij dus aan het begin zei van Spirit for Rock heeft in hun portfolio, dacht ik, oké. Dus zij benaderen een band. Oh, en zeggen, nee. Je dacht dat zij dit als. Nee. Zij zijn echt, puur erop gefocust om te kijken welke merken of welke bands met welke distillerijen of brouwerijen of whatever produceren een product met een link naar muziek. En dat gaan zij naar Nederland halen, zodat wij het ook kunnen. Want nogmaals, hou er rekening mee. Heel veel Amerikaanse producten blijven in Amerika. Dat krijg je hier bijna niet. Dus dat er een partij is, zoals Spirits for Rock, die gevestigd is hier in Nederland en de import regelt voor Europa, dat wij hier in Europa ook deze spirits kunnen proeven, vind ik gewoon heel tof. Vind ik gewoon echt leuk. Snap ik. Dus dat. Super, hey, wat gaaf. Wat leuk dat het ook echt... Want dat wist ik niet. Wat leuk dat het echt een initiatief... Het is echt van de band en de distillerij. Ja. En Slipknot is. Ja. En niet... dat vind ik heel leuk. Ja. And on that bombshell...
sluiten wij deze aflevering af over de Number 9 Iowa Whiskey. Mm. Een fantastische samenwerking tussen Cedar Ridge en Slipknot. Een fantastische blend tussen een straight bourbon en een straight rye. Ik vind hem heel tof. Ja. Lucia vindt, ondanks haar toch wel antipathie voor rye, vindt ze hem ook verrassend lekker dus? Ja, wie weet verander ik nog van mening over rye. Kijk eens met aan. Deze whisky als begin. Hey, en wil jij nou ons laten weten wat je ervan vond? Dat kan. Ja, dat kan via onze Facebook of Instagram pagina of via anchor.fm, waar je ons ook kunt vinden. En dan kun je spraakbericht sturen. Zoek naar ons op Elements of Whisky. Zowel op Anchor als op Instagram als op Facebook. Ja. En weet je nou niet waar ik het over heb? Laat weten wat je ervan vond. Kijk dan eens op www.elementsofwhisky.nl/podcast. Juist, dan krijg je een podcastabonnement. Ook... Juist. En daar zitten 6 buisjes in die je elke 6 weken zo met ons, van ons krijgt. Zo kun je met ons meeproeven. En dan had jij ook deze Slipknot Number 9. Ja, deze bijzondere whisky. In je glas kunnen hebben. Mm-hmm. Nou. Nou Max. Ik ga jou eens even wat muzieklessen geven. En dan gaan we beginnen met het hele eerste album van Slipknot. Oh boy. Ben je er klaar voor? Ik moet even plassen, denk ik. Dankjewel voor het luisteren. Laat een bericht achter. En we zien jullie volgende week weer terug. Hey Lucia. Ja? Volgende week zijn we niet hier. Waar zijn we dan? Volgende week ga ik naar de Achterhoek. Spannend. Kom je nog wel terug? Hangt er vanaf. Als het gezellig is, blijf ik daar. Mm. Dus voor de mensen thuis die de hele aflevering luisteren. Volgende week is weer een On The Road special.